Yo mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mij waar ik er oftewel waard. En dit is de enige video waarschijnlijk, of toch al sinds de eerste video, waarbij dat je mij in real life ziet. Kijk, dit zijn mijn handen, wauw. Maar ja, dus je kan hier niet echt iets zien van hoe dat ik eruit zie, behalve dan misschien mijn kleren of zo. Maar mijn gezicht alleszins kan je niet zien. Maar oké, laten we beginnen met de video. Ik heb dus daar juist een pakketje binnen gekregen. Kijk, wauw, scuf, yes. Oké, ik was hier best lang op aan het wachten. Ik denk 29, 30, misschien 31 maart heb ik het besteld. En het is vandaag 8 april. Ik heb er dus best lang voor moeten wachten. Ik heb er ook vrij veel geld voor betaald. Maar hier is hij dan. Scuf, Impact, controller. Wauw. Ik heb hem zelf gedesigned en ik heb niet alles erop gezet. Want dat zou heel veel geld kosten. Maar ik heb alles wat ik nodig vond erop gezet. Alles wat ik handig vond. En tot nu toe heb ik altijd op deze controller heel mooi zitten gamen. Het is niet de beste controller, het is gewoon een PlayStation controller. Maar laten we hem uitpakken. Ik ga beginnen met deze uit te pakken. Dit is zo de zak voor hem in te doen. En ik denk dat er nog allemaal spulletjes in zitten. Ja, kijk. Ik heb hier nog een paar knoppen. Gamer grip. Oké. Okay. En een kabeltje voor waarschijnlijk opladen en in mijn PlayStation te steken. Voor te verbinden. En natuurlijk de doos zelf. Heel nice. Very nice. Oké, dan gaan we nu hier. Zo, wajoh, ik kan echt niet wachten. Het is ook allemaal hier op die doos. Dit is allemaal zo'n letters die er zo uitkomen. Zo. En hier op de achterkant ook. Dit is de achterkant. Dat komt er ook allemaal uit. Die kleuren. Zo, en dit. En alles komt eruit. Zo heel vet. Dit staat er hier. Wauw. En zo. Wauw. Zo. Oké. Dan de SCUF controller. Ik ben vrij benieuwd hoe dat die gaat zijn. Maar jullie weten nog niet eens welke kleur het is. Het zijn 30 seconden in deze video. We gaan het al doen. Oké. Zitten daar nog plakbandjes op? Nee. Oké. Zo. Dit is minder satisfying dan ik dacht. Oké. Is eruit aan het komen. Het zit alleszins goed vast op elkaar. Oké. Hieronder zit hij. Dit is de gaming guide. Zo. 3, 2, 1. Bam! Oh, wow, joh, hij ziet er vet uit. Oké. Zo. Oké, dit is hem. Ik heb dus hier een lange, hier een korte, hier bol en hier niet bol. En wow, joh, hij voelt goed aan. Ik heb die knopjes hier. Die zitten perfect waar mijn vingers zouden liggen. Mooie zwarte knopjes hier. Zo, wauw. Het ziet er allemaal heel mooi uit. Wauw. Zo, ik heb er geen grip op gepakt. Je hebt een heel nice klik. Je hoort echt van... En je hoort ook het verschil tussen deze knop en deze knop. Je hoort echt het verschil. Dus dat is echt heel handig, lijkt mij. Je hebt hier heb je een mooie dingetje voor geluiddingen. Meestal doe ik dat in de PlayStation. Hier heb je USB-C. Wacht. USB. Ah, ja. Maar, dus geen C. Dus het is niet... Wacht, ik heb even mijn gsm. Echt zo. Dus het... Ja, wacht. Ik ga het gewoon zo. Het is hetzelfde als dit.
Dus ja, ik had liever zeegat eigenlijk, maar oké. Okay. Kijk, hij ziet er heel mooi uit. Wauw. Hij ligt ook echt lekker in de hand. Hij is lekker zwaar. Allee, er was ook een ding voor hem lichter te maken, maar denk niet dat ik dat nodig heb. Ik vind hem heel chill. Oké, maar voor de rest heb ik hier nog dit dingetje. En dat is voor de knoppen hier op de achterkant te kunnen veranderen, zeg maar. Dat moest ik erbij kopen, blijkbaar. Hier heb ik ook nog iets. Ik weet niet wat dat is. Dus iets voor te draaien is het. Oh! Wow. Ik snap niet waar dat voor is. Is dat voor daar? Nee? Als iemand weet waar dat voor is, laat mij het weten in de comments. Ik heb geen idee. Oké, dus dit was het eigenlijk. Ook eens kijken. Hij past perfect mooi. Past hij perfect? Hij past niet. Past niet echt te goed in de doos eigenlijk. Waarom past dit ding niet in die doos? Wat? Wie heeft dat verzonnen? Hij past niet in de doos. Ze hebben mij de verkeerde doos meegegeven. Oké, daar ga ik nog naar kijken, maar ik kan hem normaal gezien toch niet heel veel meer naar buiten nemen. Wauw. Oké, laten we hem nu even testen op een paar games. We zullen beginnen met GTA. GTA vind ik hem handig. Omdat dan kan ik die knoppen, kan ik twee op deze dingen. Dan kan ik nog andere knoppen, maar vooral dit voor te toeteren. Weet je hoe hard ik dit nodig heb voor te toeteren? Like, als je aan het rijden bent en je wilt sturen, maar dan wilt je ook toeteren, dat gaat niet zo goed, snap je? Maar nu kun je dan rijden en dan op de achterkant zo toeteren. Doe, 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 doe. Ja, ik weet niet. En ja, lekker lang, kijk zo. Dit is handig voor. Wacht, dit is de mic-knop, zeg. Oh, ik heb het eigenlijk verkeerd omgedaan. Lekker. Kan ik die dingen daaruit? Oh, is dat. Ja, is dat zo? Wacht, nee. Huh? Ah, jawel, jawel, jawel. Kijk, kijk, kijk. Als je. Zo. Oh. 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 Wat? Komt er niet echt heel handig uit. Maar ik denk dat dat is voor die ringetjes eruit te halen. Daar ga ik dan nog een klein beetje mee kloten. En ja, dan zien jullie nu wat ik er allemaal mee heb gedaan. Dus ja, tot dan. Oké, hier ben ik dan in GTA en ik heb nu mijn SCUF controller helemaal afgesteld. En ik heb de meest rechtse knop. Horen jullie nu? Heb ik dus de dingen gedaan. Zo, de rechter thumbstick, als je daar op drukt, zeg maar. Dat is vooral handig bij het rijden voor achteruit te kijken. Dan de twee middelste. Die wist ik niet goed wat ik ermee moest doen. Maar ik dacht eigenlijk zo de pijltjes omhoog en be naar beneden te doen. Maar dat kan dus blijkbaar niet. Dus ja, denk daaraan als jij ook daarvoor een SCUF controller wilt kopen. Ik zou daarvoor sowieso geen SCUF controller kopen. Er zijn andere dingen. Ja, dus en die heb ik nu rechts, de rechtse middelste, zeg maar, heb ik kruisje en de linkse middelste heb ik vierkantje. Dus als ik buiten ben, kan ik daar met mijn wapen pakken en met de andere kan ik lopen. Ah nee, wacht, dat springen zeker met de vierkantje, ja. Ja, inderdaad. Ja. En ik ga nu in mijn oude. Ah ja, wacht. Dus de meest linkse dingen, grotere dingen aan linkse kant, is dus de linker thumbstick. Dus voor te toeteren.
Welke auto gaan we pakken? We gaan gewoon de Skyline pakken. Very nice. Ik heb vooral een SCUF controller gekocht voor de mooie kleur. Voor. Okay, ik moet wel nog gewend raken aan de sensitivity. Maar ik heb natuurlijk. Ik heb gewoon de SCUF controller gekocht. Vooral voor de kleur. Voor de customizability. En. Dat was eigenlijk het belangrijkste voor mij, omdat ik nu een hele mooie controller heb die ook lekker in de hand ligt. Er zijn wel een paar dingen dat me een klein beetje tegen zitten. Maar ja, ik vind het gewoon een leuke controller. En oh, kuttoeter heb ik hierop staan. Het maakt me niet beter met rijden in GTA, spijtig genoeg. Dat doet het niet. Maar het heeft wel. Ik kan wel toeteren. Ik kan blijven toeteren, hè. Wajo. Oké, soms. Ik moet mijn spieren nog trainen. Want het is een klein beetje lastig om op die manier zo te toeteren. Is er ergens een modshop? Ah ja, wacht, hè. Dichtstbijzijnde modshop is deze hier. Ik heb toch wel een leukere tutor erop zetten. Hoeveel geld heb ik? Oh, geld genoeg. Ik zit even in een friends only session dat ik niet gekild ga worden natuurlijk. Dit is trouwens ook. Ja, oké, de ene video dat ik uitleg wie dat ik zelf ben, heb ik ook in GTA gezeten, maar voor de rest. Oké, dat was niet de beste drift. Ik hou echt van het geluid van deze auto. Je hoort zo de turbo zo. Ja. En je kunt hier zo dikke Fast and Furious drifting mee doen. Oké, wat gingen we doen? Ah ja, horn. Loop wil ik, dat is het leukste. Oké, ze zijn allemaal wel leuk. Ik vind deze eigenlijk het leukste. Die gaat dan de hele tijd sneller. Dan heb ik net geen 10 miljoen meer. Nee! 9.998.214. Oké, nu ben ik arm. Ik moet nog eens geld verdienen. Ik heb echt tijden geen GTA meer gespeeld, dus ook geen geld verdiend. Ah ja, dat gaat sneller terwijl dat je sneller rijdt, hè. Yo. Kan ik heel traag gaan. Oh, wajo. Nu kan ik ook heel zo achteruit kijken. Oh, dat heb ik beter niet gedaan. Een beetje schade daar, maar voor de rest, ja, valt allemaal wel mee. Maar ik kan ook met deze knoppen heel gemakkelijk zo mijn dansje doen, zo. Oh yeah, oh nee, oh wow, oh zo erg. Nu kan ik weer verder rijden. Ik word hier toch echt, ik ga hier echt gek van worden. Maar joh, als het zo snel gaat, is dat wel vet. Oh, lag spike. Professionele driver hier.
Oh. Wacht, als je trager rijdt, dan hoort je de stututu beter. Ja, maar hier is te veel lawaai. We moeten een plek hebben waar minder lawaai is. Op de berg. Oké. Zo, allemaal volgens plan. Perfect. Oké. Even op de berg gaan voor mijn stututu. Oh, we gaan die stututu een beetje. Niet heel goed. Oké, je hoort het een beetje, maar... Maar je kan ook heel makkelijk bukken, zo. Kijk mijn bukken. Kijk. Wauw. Zo. En, je kan heel makkelijk door je wapens gaan. Wauw. Like it, bro. Maar kijk ook het interieur van deze auto. Wayo. Racercar interieur. Oké, werkt goed in GTA. In Minecraft ga ik het in een andere video testen. Want weet je, ik ben op dit moment aan het editen aan... Ik heb net video 16 online gezet van de Minecraft Survival serie. Ik ben nu aan het editen aan 18. Dus... ja, nee... Waarschijnlijk zijn er echt dubbel zoveel afleveringen. Dus misschien... Ja, ik laat het nog wel weten. Maar ja, voor nu ga ik dus spelen met deze SCUF-controller. Maar waarschijnlijk pas binnen 2 maanden voor jullie. Want deze video ga ik zelfs online zetten. Dus dag. Tot de volgende video. Yo. Nou, hey, je naakt mijn scheids, maar alle wat jij jeurt.